Ja, goeiedag. Even om te zeggen dat ik mijn favoriete koffiecafé, de Basiel, enorm mis. De mensen, de sfeer, het even kunnen verdwijnen, iets kunnen schrijven. Momenteel doe ik alles vanuit mijn geïmproviseerd kot. Op dit moment zelfs koffie maken, die nu klaar is. Voilà. Oeh, oké, op die manier. En hij ziet zwart. Nog een beetje warm, maar ça va qua smaak. Trouwens, Caroline, onze zeep is op. Heel goede zeep, dus ja, voorlopig doen we het maar verder met andere zeep. Maar zet alvast zo eentje apart van het moment dat het open gaat. En om de basil toch ondertussen wat te herdenken, heb ik nog dit tekstje dat ik graag met iedereen wil delen. Ondertussen zet ik dat eventjes terug af. De Basil Lounge. Energieën springen. Van het ene kristal naar het andere vlijen zich in kleine blanco boekjes waarin ze woorden zoeken en mensen verzoeken om beelden door te spoelen tot time-out. Nu, op dit moment, een koffie zwart, een masala chai of gember thee, terwijl handgemaakte, thuisbereide zoetigheden hotties verwarmen, filosofen inspireren en poëten wanhopig hun muzen vereren. Daar, in de Basil Lounge, werpen golven tussen jong en oud zich op in een nieuwe droom. Want eens komt iedereen weer bijeen en zal de deur opengaan. Naar het koninkrijk van de holos, van het creatieve brein, het denken, voelen en samen zijn, niet vanuit het ik, maar in het wij, samen.